Hallo, daar zijn we weer. Dit is Didi. En dit is Lea. Van Dimsalon, het huis van handwerken. Met alweer zo'n flitsende editie waarin we iets leuks gaan maken. En iets leerzaams en iets nuttigs. Iets nuttigs, ja, zeker toch? Weten. Ja. Hey Didi. Ja, ik heb de jas al aan. Ik sta op het punt om te vertrekken hier. Wat hoest je? Ja, ik ben helemaal niet lekker. Ben je ziek? Ja, al 3 dagen. Ah, nou ja, je klinkt vreselijk. Gisteren heb ik druk gezien van die mannen aan de alcohol. En toen dacht ik, nu voel ik me plotseling weer heel erg veel beter. Oh, die film heb ik ook gezien. En hoe vond je het einde? Nou, ik vond het wel heel bizar. Nee, maar waarbij ze dan met z'n vieren op de bank staan. Dat heb ik thuis geprobeerd na te doen. En die muziek die heb ik in mijn Spotify-app geladen. Maar nu ontdekte ik dat mijn telefoon te oud is, waardoor die Spotify-app het niet meer doet. Oh, dat is zo erg met die telefoon te oud. Want ik zou dus die film even downloaden, even huren voor €3 nog wat. En toen zei hij, je telefoon is te oud. Dat kan niet met deze telefoon. De mijne is ook heb ik er 2. De andere deed wel. Maar hoor eens. Ik vind de film echt geweldig. Vooral op dat einde waarbij ze met z'n allen op die kade staan. Met dat feestje. En dan gaat hij daar zo... En überhaupt ben ik helemaal weg van hem, van die Mats Mikkelsen. Ik heb wel een beetje een andere mannensmaak dan jij, hoor. Oh ja, nee, ik vind het echt een verrukkelijke man. Oh, okay. De deur gaat open. Ja, ook bij mij, dat is de hond. Heb je bezoek? Mijn papi, de hond is ook een beetje niet lekker. Maar wat heb je? Nou, ik heb nog een test gedaan, maar ik heb geen... Corona. Maar het is wel ongelukkig elke keer als ik gezwommen heb, dan ben ik weer wat meer. Maar misschien is het ook wel de drukte van alles. En de trouwerij en daarna meteen de dingen. Ik trek even mijn jas weer uit, want ik begrijp dat ik niet hoef te komen. Nee, kom maar niet. Dus straks ben jij ook ziek. Heb je verkoudheid? Ja, ik liep te snotteren en te rochelen en te rachelen en te hoesten en dus niezen ook heel erg. Ja, doe maar niet. Nee. En hoe moet het dan met onze aflevering? Ja, nou, daar wou ik je eens even over zoomen. Ja. Want we hebben, weet je nog wel, dat we een keer opname gemaakt hebben met dat leuke... Shashiko, wat ik sashimi noem. Oh ja. Wat je helemaal niks vond. En toen heb je de vrije val wat gedaan en zo. En toen zeiden we, nou laat die maar zitten, die doen we maar niet. Die heb ik nog wel liggen. Zullen we die dan maar even doen? Oh, nou doe die maar. Want als je zo ziek bent, dan gaan we niet opnemen. We hebben nu 1000 abonnees. Die kunnen we ook niet laten zitten. Nou... Ik was gisteren leuk te borrelen met vriendinnen en die heb ik ook weer opnieuw aangemoedigd te abonneren. Maar die snappen het niet. Maar dus misschien komen er vandaag nog 3 bij. Oh, die snappen het niet. Onze laatste aflevering. Wij hebben 140 mensen met hun telefoon gekregen. Nou ja, maar ik ging gisteren met mijn telefoon even onszelf afkijken. Terwijl ik moest wachten in de QuickFit waar ze een barst in mijn raam gingen repareren. En had ik een afspraak gemaakt om 11 uur. Maar toen kwam er een man met een Tesla. Nou, alsof koning Willem-Alexander binnenkwam, zeg. Oh, dan werd ik met mijn Volvo gewoon weggeschoten. Oh, ja. Dus ik moest heel lang wachten daar toen. En toen heb ik even naar... Gander, vind ik het. Een laatste filmpje gekeken. Waar ging dat ook alweer over? Ja, dat ik dat ontzettend lieve... Vestje heb gemaakt. Oh ja, waarvan ik steeds dacht, wanneer schrijft ze nu boven in beeld giletje toch te klein geknipt? Maar dat ik dus op mijn telefoon.
En mensen weten niet dat ik hem twee keer gemaakt heb. Maar ik zat dat af te kijken en werd ik alsmaar onderbroken door reclame. Ja, verschrikkelijk hè. Dat spijt me ook wel een beetje hoor. Ja, maar hoe kan het nou? Ja, maar gewoon ertussenin. Ja, ook. En ernaast en eronder en erboven. Overal reclame. Ja, ik bedoel, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Nee. Sorry, lieve kijkers. Worden sorry. Ook steeds onderbroken door reclame. Ja, ik ben bang van wel. En weet je wat ook heel gek is? Want ik had er nu wat inzicht in. Want dat zijn nu Google partners. Maar wat ook heel gek is. Dat weet ik niet meer. Nee. Komt wel weer terug hoor. Ook heel gek is. Ook gek. Wat zielig. Oh, ik weet niet. Oh, ja. Maar ik heb ook een filmpje gemaakt van hoe ik dat vestje gemaakt heb. Maar dat moet ik nog even monteren. Dus dat komt dan. Gek met die reclame. Wat ook zo gek is. Ik weet niet meer. Want we kunnen ook geen abonnees lozen nu. Om weer ons in die reclameglens te zakken. Dat kan nou niet meer. Oh ja, ik weet alweer wat heel gek is. We hebben een filmpje gemaakt. En dan zegt hij bij... Dit filmpje is helemaal niet interessant voor adverteerders. Dus dat filmpje moet je dan maar gaan kijken. Ja, en dat was... Waar ging dat ook alweer over? Zegt de computer dat? Ja. Ja. Nou zeg. Oh ja, over die mannen, hè? Weet je wat ik ook gezien heb? Want ik heb dus drie dagen... Broek. Ik heb drie dagen op de bank liggen. Oh. Kijken. En weet je wat ik gevonden heb? Grantchester. Ja, oh ja, Grantchester. Nou, wat je nou... Aan die Disney... Nee, hoe heet die gast? Disney heet geen Disney. Sydney. Wat je... Sydney vindt... Ik vind er helemaal niks aan. Ik vind helemaal niks aan. En dan zei je, als hij zijn hemd uit doet, nou, ik word er helemaal niet warm van. Maar die jongen die daarna komt. Ja, ik heb hele uitgezien, maar jij weet zeker nog niet dat hij weggaat. Hé, trouwens, ik zie bij jou ook een strijkplank. Ja, daar liggen twee jurken op die ik binnenkort aan zal trekken als we opnemen. Eén is bijna af, er moet de zoom alleen nog in. En de andere is een, waar gaat mijn hand naartoe? Naar de strijkplank. Mijn andere is nu in de gespelde fase en moet ik naaien. Is het een bijzonder geval, want je moest alle patroondelen naast elkaar leggen. Waarbij ik vergeten ben om de delen spiegelbeeldig ook neer te leggen. La 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 la. Dus daarom heb ik nu ook helemaal geen stof meer over om nog uit de restjes beleg te knippen. Ja, kus. Ja, veel ontgedoe. La 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 la. Ja, daarom staat hij daar, de strijkplank. Oh, ik vind je zo zielig. Nou, ik moet ook iets bekennen. Oh. Ik zat op de bank. En nou ja, ik heb dus een jurk gemaakt en een vestje en een stukje en een vestje en een stolaar. Dus toen dacht ik, wat zal ik nu eens gaan doen? En dan heb ik zoiets moois gemaakt. En dan ga je zo jaloers op zijn. Wat dan? Nou, dat mag je volgende week zien, want ik moet het nog even oppersen. Het is heb je zo mooi gemaakt. Wat? Heb je een schort gemaakt? Nee, schort. Wat moet ik nou met een schort? Ik hang ze alleen maar op. Wat zou ik heel jaloers op zijn? Maar jij hebt immers heel veel schorten. Ja, ik heb heel veel schorten, maar je kan altijd nieuwe schorten erbij. En heb je iets geborduurd? Nee, gebreid. Was wel. Ik vond het wel heel leuk, dus dat kon ik nog wel doen. En dan zat ik te breien en dacht ik, ah, nou, dat ben ik eigenlijk alweer beter. En dan stond ik op en... Oh. En deed ik mijn mond open en ik kwam alleen maar... Oh.
wou ik even tegen de hond zeggen. En heeft er wel iemand voor je gezorgd? Nee. Nou, maar ik heb alleen maar, want je hebt wel nergens zin in, dus ik heb alleen maar kopjes thee gehad. En heb je, en bovendien in die kast onder de trap die helemaal vol staat met overtollige levensmiddelen die je van andere mensen krijgt, omdat ze denken dat je arm bent. Nou, dan kan je wel maanden ziek zijn voordat die kast leeg is. Er zit er al heel veel pasta in. Ik hou helemaal niet van pasta. Ah. En dan kook ik weer voor zo'n hele zak in één keer met allemaal groentjes erin. En gooi ik dat in de vries. Ik denk, nou, dan eet ik wat uit de vriezer. Pasta! Ja, nou, zo heb ik een jaar lang alleen maar, toen was ik heel erg ongelukkig, toen heb ik een jaar lang alleen maar iedere dag nasi uit zo'n grote bak. Dat schepte ik dan uit en dat bakte ik dan op in de koekenpan en dan schoof ik dat opzij. Dan deed ik daar een beetje extra bami groente bij en in een hoekje een gebakken ei. Dat heb ik een jaar lang, heb ik dat iedere dag gegeten. En ik vind het trouwens nog steeds lekker. Nou, dan ga ik maar weer verder aan mijn jurken. Ik had iemand in mijn kast onder de trap zo'n hele grote zak automatensoep gekregen. Oh. Weet je, je hebt die zakjes kuppensoep, maar als je zo'n automaat hebt, dan kan je gewoon zo... Nou, dan gooien ze dan zulke zakken vol soep in één keer. En die vond ik dus ook in mijn kast. Bah. Heb ik de hele tijd uit elkaar voor die kippensoep. Oh, ook nog kippensoep in plaats van dat het nou nog tomatensoep was. Nee. En dan komen er allemaal dingetjes boven drijven. Hè? Dat zijn dan gedroogde worteltjes. En dat is gedroogde vliegen of zo. Ah, nee. Maar dat is dan... Van die kleine spermacelletjes en van die kleine stukjes kip. En dat komt dan bovendrijven en denk je, oh lekker. Maar die had ik helaas niet meer, want die was al voorbij. Kuppensoep, ik wil die rotzooi. Nooit meer, ja. Ik heb het ook nog hier, want Zilke wou dat vroeger altijd eten toen hij nog een tiener was. Maar dat wilde hij nou niet meer eten. En zoals je weet ben ik er van de voorraden. Af en toe dan maak ik zo'n zakje open. Dat blijkt dan uit 2008 te zijn of zo. Maar ik kan het ook niet weggooien. Onzin allemaal. Het is gedroogd spul. Dat vergaat niet. Nee, dat vergaat niet. Nee. Ja, nou dan. En op mijn computer is niet alleen het beeld een beetje grijs, maar ben jij een soort van lila-oranje? Ah, computer is balen. Ben ik echt lila-oranje? Ja, ik ga het oude filmpje even opzoeken. Ga eens naar kijken of je Amélie kunt downloaden. Daar knap je echt van op. Dat is zo'n leuke film. En dat zul jij ook heel leuk vinden. Amélie. Amélie, oké. Okay. Een Franse film. Ja, Amélie. Ja, want ik heb nog steeds niet gewoon tv, maar ik kan wel allemaal films huren. Bij Rakuten. Rakuten. Rakuten Kobo. Laat maar weten wanneer je weer zover bent en dan kom ik opdraven. Ja, ik zie je volgende week. Veel succes met je jurk. Dankjewel. Oh, dag lieve mensen. Dag lieve mensen. Tot volgend jaar. Week. Volgende week. Moet dit uit. Puur sinaasappelen. Ja. Of dingen die in de kast onder de trap kunnen. Blikjes vis. Oh ja, blikjes vis. Maar geen pasta alsjeblieft. Doei. Hoi. We gaan vandaag maken een telefoonhoesje. Ik zit met de poot. Oeh. Een telefoonhoesje? Een telefoon. In de
techniek. Sashiko. Ja, daar hebben we even op moeten oefenen. Was Sashiko? Sashiko. Ja, ik zei ze Sashiko. En nee. Shiatsu en... Ja, Shaslik. Shaslik. Ja. Sashiko. Sashiko. Dat is een Japanse borduurmethode voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben. Dit is mijn huidige telefoonhoesje. Heb ik ook zelf gemaakt. Maar dat is een beetje aan het verslijten. En het is niet zo mooi meer. Dus op een gegeven moment, ik heb hem nu net weer gewassen. Maar je moet ook eens wat nieuws. Hè? Toch? Ja. Ja. Dus, en dit is heel simpel. Alleen, ik wilde dus nu graag iets bijzonders maken in sashiko. En heb je erbij nagedacht dat je telefoon, je hebt geloof ik twee telefoons die allebei kapot zijn. En dat je binnenkort een andere telefoon moet ontvangen van god weet wie dan ook. Oh jeetje, en ja misschien is die wel wat kleiner. Ja. Nou, nee. Want je hebt twee kapotte iPhones. Ja, maar die zijn allebei precies dit formaat. Oh ja, want ik heb een 6 Plus en die is eigenlijk aan het eind van zijn leven. Ik en heb toen, ook een 6 Plus. Toen ging ik met de telefoon van Zulke passen. En die is kleiner. Ja, wij hebben een hele grote telefoon. Zie, deze is net zo groot als die van jou niet. Even lekker op elkaar laten leggen. Maar we gaan nu een hoesje maken voorlopig maar voor die oude dan. Ja, gewoon voor deze. Voor twee oude. Ja. Nou, ik heb hier een, dat doe je, dat hoeft niet per se, maar van oudsher maak je die sashiko op blauwe stof. En dat doen ze heel vaak op spijkerstof. Laat ik hier nou een leuke spijkerbroek hebben, waar het gat helemaal... en terwijl ik dus even een lapje knip, heeft Dini ook iets buitenlands. Of wou je het ja. Kijk, dit heb ik... maar dan weet ik eigenlijk niet eens hoe dit heet. Hadden we dat niet even op moeten zoeken? Dit komt volgens mij uit Peru, Guatemala of zoiets. Of Peru. Of, maar in ieder geval uit Zuid-Amerika. En dit heb ik gekregen van mijn vriend Phil. En dan je naait dan... Kijk, hier is een onderlapje. Dan naai je een bovenlapje overheen. En dan maak je openingetjes. En dan borduur je weer een stukje stof achter. Nou, het is een wonder. Het is echt een kunstwerk. En het grappige is dat soms zie je dat er hele oude kledingstukken achter zitten. Hier zit dan alleen maar een effen lap achter. Deze en die vorige. Het is helemaal met de hand gemaakt. Kijk, ik denk dat dit ook betekenis heeft. Deze ja, vast wel. Ja. Motieven. En ja. Het is een ongelooflijk werk om dit met de hand te doen. Ik zou hier helemaal crazy van worden. Als ik dit met de hand moest doen. Weet maar je dat? Die? Kijk, deze is op de naaimachine. Maar ja, die is er ook niet minder mooi om. Want deze heeft weer fantastische kleuren. En ik vind het überhaupt op de naaimachine ook al een hele kunst. Want je snijdt dus. Je snijdt openingetjes in een lap stof. En dan naai je dat weer op een andere lap. Dus het zijn geen bandjes die je erop naait. Maar nou ja, je werkt het open. Kijk, hier is er nog één. En je kunt zien dat die dingen die zijn gewoon heel erg oud, jongen. En het is allemaal handwerk. Het is niet te geloven. Kijk. Yeah. Maar ik vind het helemaal leuk als die mensen dat ook echt gebruiken om oude... Kijk, hier is een soort dier, een kat of een weet ik veel, hond. En dan, daar zit dan een weer... Een soort dier. Dat lapje erachter, dat is dan weer een... Ja, dat is dan blauw gebloemd. Ik denk dat het ook een methode is om oude spullen, op te maken. Maar ik denk en dat dan, het ook een manier is van versieren. Ja, kijk. Een kunst. Dat vind ik ook altijd zo leuk aan quilts en zo. Dat quilts werden vroeger echt gemaakt van oude dekens. Of dan had je een oude deken. Om de laatste snipper. Ja, en dan ging je lapjes die op waren en stukken van kleding die nog goed waren. Zoals ik hier nu overigens deze pijp zit te verknippen. Om daar dan nog wat van te maken, zodat je het niet weg hoefde te gooien. Daar hou ik van. Dus als ik nou naar deze
Want ik heb namelijk helemaal geen zin om die shashiko te doen. Maar ik doe mee. Maar denk ik, oh ja, misschien als ik dan een hoesje zou willen maken, dan zou ik dat natuurlijk net zo goed van zoiets als, als dit kunnen maken. Maar dan heb je daar niet van, dat is eigenlijk wel zonde om. Ja, want dan moet je hier de schaar in zetten. Dan kan je niet beter iets daarvan maken waarvan je een leuke tas of zo, als je de fout. Of. Ja, want ik heb ze gekregen van mijn vriend Phil. En die heeft ze weer gekocht van mensen in Guatemala. In dorpjes echt. Gewoon van de mensen die het zelf gemaakt hebben. Ja, dus al was het alleen maar om die mensen te helpen. Dat je iets van ze koopt, zodat ze weer wat kunnen. Ik zou natuurlijk hier van die twee grote een breitas kunnen maken. Het valt ook direct op. Oh, die heeft de breitas laten liggen. Ja, ik ga het even googlen. Open gewerkt Indianen. Zuid-Amerika. Misschien krijgen we nu hele nare foto's. Van Indianen. Van opengewerkte Indianen. Yes. Het heet Mola. Ik heb mijn telefoon mijn hele leven nog nooit in een hoesje gehad. Dus dit is al een verbetering. Nou, maar als stel dat hij dan valt of zo. Er is mij nog nooit iets overkomen met mijn telefoon. En ook in je tas is hij dan beschermd. Oh ja, terwijl je me net ging vertellen met die andere telefoon die heel erg gevallen was. Ja, maar dat was, toen had ik hem in mijn handen en liet ik hem vallen. Niet in mijn hoesje of zo. Mag je ook gewoon helemaal vrij? Ja, dat mag ook. Maar kijk, shashiko heeft wel patronen. Het is niet dat je mag wel gewoon leuk in de ronde, maar dan moet je wel. Het zijn allemaal rijgsteekjes. Maar dan moet je wel proberen. Kijk, dit is best wel tamelijk ingewikkeld. Dat er een patroontje in. Dat er wel iets. Dat niet zomaar allemaal steken door elkaar. Maar dat je bijvoorbeeld zo'n krul maakt. En dat je dan die krul ook gewoon helemaal vol krult. Of zoiets. Ik wil iets met bladeren doen. Heel leuk. Dit vind ik ook heel mooi. Of zo ingewikkeld. Maar ja, nou, dat kan. Dus het hoeven niet per se van die geometrische. Nee, dat is vaak wel zo. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Wij zijn hier tenslotte zelf baas. Ik zet dat meestal allemaal uit. Ook het woordenboek en de telefoon heb ik uit. Want daar word ik helemaal gestoord van. Oh, dat woordenboek. Zo irritant. Of dan heb je, je trui al klaar? En dan zegt hij, oh, dat is twee keer je, dat is fout. Oh, zegt hij dat dan? Ja. Nou ja, niet zoals ik het zeg, maar dan krijg je wel weer een streepje eronder. Of, ik vind meer met zo'n woordenboek dat er dan, als jij mij tekst, heb je je trui al klaar, dan maakt hij ervan, op café in Ruiten-A. Weet je wel, oh, ik haat dat. Dus ik heb het allemaal uit, want ik krijg van sommige mensen echt krankzinnige boodschappen. En dan denk ik, oh ja, woordenboek, laat maar. Ja, dan hebben ze iets verkeerd gedaan en dan maakt hij er wat van. Dat vind ik ook wel heel irritant hoor, want ik bedenk ook wel eens zelf een woord. En dat vindt hij dan weer niet goed. Je mag niet zelf woorden bedenken. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, dus dan moet je zeggen, ja, ik wil dit woord. Dit is een leuk woord, heb ik net bedacht. Ja, daarbij mens. Dat is bij niet zo ver vandaan hoor, ja. Daar zijn dan, die doen... Met zo'n. Het is wel erg met ons. Dat je als het ware aan een vlieger hangt. Kitesurfen. Ja. Ja, en dat is een fantastisch gezicht. Honderden kitesurfers dan. Oh ja? En die zie je allemaal zo door de lucht. En al die wilde kleuren. En. We moeten daar een keer naartoe. Ja. Dan moeten we op een zondag, als het flink waait. Ja, zoals nu. En dan moeten we daar naartoe. Oh nee, het waait nu helemaal niet zo erg. Dat was 2 weken geleden. En je moet ook niet zeggen dat het nu zondag is. Oh nee. Ik sukkel.
Nee, maar dat het dan moeten we daar op een dinsdag, als we niet zoals nu ons vlog zitten op te nemen. Ja. Helemaal verpest. Ja, gaan we een keer naar Minsk. Ja, fantastisch is dat, echt waar. Dan nemen we lekker chocolademelk mee. En er is trouwens ook een nieuwe uitspanning daar. Een uitspanning? Dus we kunnen daar ook in de uitspanning gaan zitten. En kroketje. Maar ik vind dat de bediening daar wel zo, oh mijn jezus, slecht is. En een wijnkaart vol met fouten. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook alweer een jaar geleden. Maar de uitspanning zelf is heel erg mooi. Maar dat met die fouten. Ik was een keer in een. Ja, daar is er weer een. Een seniorenmomentje. Ik was een keer in een Fletcher Hotel. Oh. Het was een geweldig Fletcher Hotel. Ik deed gordijnen open en we hadden uitzicht op de McDonald's. Oh. Hoe mooi kan je krijgen. Maar daar hadden ze echt een kaart. Dat je echt naar keek van, nou, dit heeft iemand gemaakt die op zijn minst dyslectisch is. En toen lag er ook een briefje op de tafeltje in de hotelkamer. Met wat je wel en niet mocht. En dat je niet, de hond niet op het bed. En dat je niet mocht roken. En dat je dan een boete kreeg. En weet ik veel. Van, nou, gewoon zo'n hele... Zo vol fouten dat ik besloten heb, ik neem dit mee naar huis. Ik ga dit verbeteren. En dan stuur ik ze dat terug en dan zeg ik, nou, zo hoort hij eruit te zien. Dit kan echt niet. Stuizend, dit is zo slecht. Maar ja, toen was ik thuis en dacht ik, ja, ik weet niet hoe mensen dat ontvangen. Want om te beginnen heb ik die kaart meegejat. En misschien zijn ze wel heel erg beledigd. En misschien vonden ze het wel helemaal niet belangrijk. Want als je het wel belangrijk vindt, waarom laat je het dan niet even nakijken? En er zal toch wel iemand in dat hotel geweest zijn die zei... Nou, zo'n student of zo die daar in het weekend werkt. Die zegt, nou, je zit er wel erg veel fouten in, meneer de bedrijfsleider. Of zo, hè? Ik bedoel, waarom is dat? Dus toen heb ik te lang getwijfeld en toen heb ik het niet gedaan. Oh ja, nou... Maar ik vond het zo... Ja. Dat vond ik ook ik echt stuitend. Niet waarom mensen dat niet nalaten kijken. Ja. Ja. Ik vind, je bent er niet minder omdat je dyslectisch bent hoor, dat kan me allemaal niks schelen. Maar als je dat van jezelf weet. Sommige mensen gebruiken moeilijke woorden. En dan vraag ik me wel eens af of ze eigenlijk zelf wel weten wat ze zeggen. Ken je dat? Ja, dat ken ik, ja. En dan zoek ik het dus op. Vind ik ook nogal stuitend. Om te kijken van, begrijp ik nu goed wat jij bedoelt? Is dit wat jij zegt? Als iemand zou zeggen ik was van plan om je een heel groot cadeau te geven, maar de aandelenmarkt is nogal volatiel. Dan ga ik wel even opzoeken. Wat een geweldige zin. Ik vind dit net zo rustgevend als een breiwerkje. Dit is iets wat we op de camping zouden kunnen doen. Oh ja. Toen de camping er nog was in Barjac, waar ik graag naartoe ging, daar was ook geen internet. Gewoon totaal niet. Kon je ook niets met je telefoon. Dan kon je 's avonds aan het eind van de middag kon je op het terras. Ja. Even wat binnenhalen. Ja. Maar dat vond ik wel erg, want dat was op Kreta ook zo. Dat vond ik echt heel erg. Daar zaten de mensen te eten. En dan zaten die vader en die moeder, die zaten op hun telefoon. En dan zaten twee jongetjes, die zaten daarbij. Die zaten zich stierlijk te vervelen. En dan denk ik, ja, die mogen natuurlijk niet. Want dat past niet in je opvoedingspatroon. Maar je gaat hier zelf wel... Er werd helemaal niet gesproken aan tafel. Die ouders die zaten alleen maar... Heel erg. Nou, echt. Maar dat zie je toch ook. Zie je ouders met het wagentje. Kinderwagentje. Ja, en zijn ze ondertussen aan het appen of zo. Ja. Ja.
Terwijl wat je moet doen, of moet doen, nou ja, maar het leukste is natuurlijk zingen, ja, iets vertellen, ja, zeggen kijk een vogel, ja, kijk een blad, kijk oh, ja, de mooie bloemetjes. Ja. Ja, nou precies dat. Maar ik heb zelfs een keer gezien dat er zat een moeder, die had een kind voorop en een kind achterop. En ze was op de fiets en ondertussen was ze op haar telefoon bezig. En dat is niet alleen heel erg vreselijk voor die kinderen. Maar het is ook nog levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, ja. Kijk, ik heb een naald gevonden. En onbegrijpelijk vind ik het. En ook helemaal niet leuk. Nou. Want kinderen leren alleen maar goed praten. Als door ze de hele tijd de stem van hun ouders horen. Ja. En daarom geloof ik best dat je ook in de buik al... Ja, daarom hebben ze toch die vreselijke bellen op hun buik. Dat nou zou ja, ik persoonlijk dan... ben ik daar dan weer, denk ik... Dat heb jij dat ook? Dat je denkt, ik ben blij dat mijn moeder dat niet had. Ik zou er helemaal gek van worden de hele dag. Dat gepingel op je moeders buik. Nou zeg. Ja, ik geloof niet dat alle baby's dat heel prettig zouden vinden. Nee. Maar kijk, dat je een liedje zingt en zo. Ja. En, heerlijk. En een plaat opzet en weet ik veel. Ja, dat lijkt me nou allemaal weer heel goed. Ja. Precies. Als zomers, als we dan 6 weken op de camping waren en het bleef maar regenen. Regenen, ja. Ja, oh, ik herinner me ook alleen maar van die caravan. Dat ik dan in een hoekje van de bank zat te borduren. Of met, god weet iemand ook weer. Ome Fedde aan het halmaan was. Maar alleen maar regen. Eindeloos regen. Ja. Ja, en dan in zo'n dorp zitten waar niks te beleven is. Schorel in de regen, Egmond aan de hoef in de regen, Egmond binnen in de regen, Bergen in de regen. Nou, dat was dan nog wat, want bij ons was het Insum in de regen. Roel in de regen. Ja, wij gingen dan nog wel wandelen helemaal naar Bergen binnen of zo. En dat was dan wel heel leuk, want dan wandel je door de bossen en de duinen. En dan was er in Bergen binnen, had je bijvoorbeeld een geweldige boekhandel. Wauw. En dan mocht je een boek uitzoeken of zo. Ja. Of er was de ijssalon. Of, maar mijn moeder was ontzettend goed in... Nou, dan mocht je een boek uitzoeken of je mocht vouwblaadjes kopen. Met of... zo'n kartonnen poppetje. En dan kon je die kleertjes allemaal uitknippen. Ja, en dan met van die lipjes eraan, die moest je dan zo om de schouder. Ja, dus dan had je een meisje van karton, ongeveer zo groot. En die zette je dan met een schuine staander, bleef ze zo staan. En dan kon je er inderdaad ondergoed, hing je er zo overheen. En zo schotjes en een jurkje. En, en ik had ook zo een en toen is op een gegeven moment dat hoofd zo... Geknakt, want daar zat je natuurlijk steeds aan om die kleren eromheen te vouwen. En dan heb ik dat nog met plakband en zo, maar dat kwam eigenlijk nooit meer goed. Nee. Ja, dat vond ik ook altijd heel erg leuk. Ja. Nou, ik zal dit even ter close-up vertonen, hoe leuk dit geworden is. Ja, echt. Nou... Kijk. Ik wil nu graag even. En zet uw commentaar hieronder. En dit is nu een blad van een plant of van weet ik. En er moet nog zo'n soort blad. Maar dat ga ik nou niet doen. Kijk. Maar het is inderdaad leuk om te doen. Dini zegt regelmatig, ik ben helemaal niet creatief. Nee, ben nou, ik helemaal niet. Dat heeft Dini gemaakt en ik heb dit. Ja, maar kijk, jij wilt echt... Shashiko. Die klassieke patronen wil jij. Nou ja, ik wil gewoon wel een beetje proberen. Ja. Om... DMC Sebelia. Sebelia. Nummer? 10? 12? 8? 30. Wat? Ja.
Ja, dat zal ik wel, ja. Maar het is helemaal geen borduurgaren of zo. Het is puur crochet. Dus ik vermoed dat het garen is wat bedoeld is voor kunsthaken of ja, zo. Ja, van het hele fijne haakwerk. Ja. Nou, dat. Oké. Okay. Daag! Tot de volgende keer! Tot volgende week! Ja, dit zou ook een slak kunnen zijn. Of een... Hoe noem je zo'n ding uit een opgraving, weet je wel? Oh ja! Zo'n ding wat afgestempeld is in zo'n stuk steen uit de oudheid. Waarom? Zoals een trigloglibiet of zoiets. Oh, ik dacht gewoon een simpel woord.